Osterland en pastoor Rozenhart welkom. Het gemeentekoor begon deze viering met het lied Look at the World. Kijk om je heen. Geniet van elke dag. Er zijn zoveel wonderen. Kijk naar de zonneschijn, de bomen, de bloemen. Overleven. Ik geef graag het woord aan Dini Bootberg om het eerste gedeelte van haar verhaal te vertellen. Op 17 september 1944, met codebericht, de kinderen van Versteeg moeten onder de wol. Hierdoor legden 30.000 personeelsleden van de spoorwegen het werk neer tot de bevrijding. Ongeveer Amsterdam telde in 1940 800.000 inwoners, waarvan 80.000 Joden. Ongeveer 13.000 Joden overleefden de oorlog. Derde etage in Amsterdam. Wij waren een hecht katholiek gezin en ik was dol op mijn oudste broer Ben, die 18 was en niet meer naar school kon in deze oorlogsperiode, omdat hij gesloten was. Die onmiddellijk de pijl in de slag nam en hem in zijn fietspas gooide. Vreselijk in die tijd, want als je geen bijl had, er was geen bijl meer te koop, dan kon je ook geen hout meer hakken. S'avonds kwam Jan pas thuis. Hij was vrijgelaten, maar had wel geweigerd zijn naam en adres op te geven. Voortaan werd er overdag naar een geschikte boom gezocht om die s'nachts te kunnen kappen en weer naar huis te slepen. Door ondervoeding stierf mijn broer Wim, 17 jaar oud, in het ziekenhuis, waar niets meer van hem gedaan kon worden. Ook daar was nog nauwelijks te eten. Na de begrafenis van Wim werd mijn lievelingsbroer Ben opgepakt door de Duitsers en meegenomen. Bij de nonnen mochten wij 's morgens en 's middags in een rij naar voren komen, waar twee zusters stonden. De een had een emmertje water en de ander had een fles melk met een lepel. Zo kregen wij, Amsterdamse meisjes op school, 2 maal daags een koffie, een lepel koffiemelk. Daar smaakte het naar. De controleur had hier begrip voor, dus hij mocht er met zijn drietjes mee. In een platte dekschuit van de stadsreiniging, ons nieuwe avontuur tegemoet. Mijn moeder moest alleen terug naar huis, om daar bij terugkomst van mijn vader te vertellen wat zij in haar wanhoop had gedaan. Want zo hield zij de bonnen als extraatje over voor de achtergebleven 4 broers. Samen onze vrijheid kunnen vieren.
Helaas kan ik vandaag niet voorgaan bij de kranslegging van zo'n meteen. Ik mag naar Heuvel om daar stil te staan bij de nationale herdenking. Maar vooruitlopend op de 2 minuten stilte die straks gaat volgen, wil ik u graag meegeven dat ik mijn aandacht schenk aan de mensen die zich inzetten voor onze vrijheid. Vrijheid staat voor mij naast het vrij zijn ook voor een hele stevige basis. Een basis van verbondenheid en een basis van omkijken naar elkaar. Ik studeerde in Rome. In 1923 werd hij hoogleraar aan de pas opgerichte Katholieke Universiteit in Nijmegen en doseerde daar filosofie en geschiedenis van de mystiek. Zijn omgang.
dat klopt. Is de Lancaster bommenwerper HK-569. Dit toestel wordt geraakt, vliegt in brand en stort uiteindelijk neer. In het staartstuk dat in een veld in Wesel neerkomt, bevindt zich de 35-jarige Henry Hiscock. Einde gegeven, jouw kostbare leven gaf je als pand, omdat wij vrij kunnen leven. Nu lig je hier, rustig te slapen, terwijl men in het vaderland wacht. Je kind vraagt misschien aan zijn moeke waarom zij om hem niet meer lacht. Je bent in ons midden gekomen, vechtend. Ja, dan voor iedereen zegt wat.